het zo. Met zoveel zijn we eigenlijk? De keuken heeft 1 tafel voor 4 personen, geloof ik. Dat moeten ze niet aan de keuken doorgeven, maar aan de ober. Hebben we nog aanhang? Geen Daniel, Jeannette, Raoul, Guus, Misha, André enzovoort? Nee. We zijn gezellig met z'n viertjes. Victor komt laat en Simone heeft repetitie vanavond, die eet in de kantine. Oh. Hoi opa's. Oh, wat ruikt het hier lekker. Oh, je was ook wel hartstikke laat thuis vanmiddag. Je bent een echte tovenaar, opa. Oh, je bent naar de kapper geweest, wat leuk. Hoeveel? Een tientje, je krijgt eerlijk van me terug. Ja, als je eerst de AOW gekregen hebt. Afgesproken. Goed. Nou, daar zou ik me niet hard op rekenen, Anne. Met al het blauw en het paars heb je kans dat er over 50 jaar helemaal geen AOW meer bestaat. Willem, alsjeblieft, draai de zaak nou niet weer om, hè. Als we over 50 jaar nog AOW hebben, dan is dat dankzij de blauwen. Jullie rode rakkers, die geven maar geld uit, hè. Het geld van een ander. Ja, het geld. Wat over de ruggen van die anderen bij elkaar is geschraapt, zou je bedoelen. Hou eens op, jullie. Nu regeren de PvdA en de VVD samen. Dachten we eindelijk van het eeuwige gekibbel af te zijn. En dan gaan jullie gewoon door. Oh, ja, maar Anne, ik ben helemaal niet paars. Ik ben vuurrood. Alleen, ik moet noodgedwongen nu met het paars mee. Sociaaldemocratie van vroeger. Van vroeger? Zie het nou. Van vroeger. Jullie rode rakkers kijken altijd maar terug. Regeren is vooruitzien, Willem. Ach. En wees alsjeblieft blij dat je mee mag doen met paars. Jeetje zeg, zitten jullie nou weer over paars te lullen? Opa's lullen niet, Rick. Opa's praten. Gelul. Willem, ga er toch niet zitten lachen, alsjeblieft. Vocabulaire van die jongen is toch hemelschrijend. Ah, doe nou, Henry, alsjeblieft. Ja, maar zo kan ik toch geen kant op. Oh, Rick, ga je mond spoelen met zeep. Ik zal het nooit meer zeggen, opa. Ah, jongen, lul niet. Geef je maar. Zeg dus een vraagje, hoe is het eigenlijk met Raoul? Die heb ik nou al een dag of 2, 3 niet meer gezien. Zit hij weer in quarantaine of zo? Ja, nou ja, we hebben besloten elkaar een tijdje niet meer te zien. En pas als we echt naar elkaar verlangen, komen we weer bij elkaar. Ah, heel goed hoor. Dat geeft de situatie een beetje lucht. Nou, ik kan het niet meer bijbenen. Ik dacht nou juist dat het nu weer aan was. Ja, was het ook. En weer uit, en weer aan, en weer uit. Oh. Anna Knipperbol. Joh, Rick, moet jij je met je eigen zaken? Zeg, ik dacht toch dat jullie... Goeie vrienden zouden blijven of zoiets, zeg maar. Ja, open, maar dat kan ik niet. Daar heb je me veel te ouderwets voor opgevoed. Oh, jeetje. Hallo. Wat? Ben je er nou al? Nee, ik sta nog buiten, goed? Oh jee. Ik dacht dat jij vanavond repetitie had. Ja, dat dacht ik ook, ja. Maar het is dus over. Afgelopen. Uit. Hé, mam, heb je nou weer ruzie lopen maken? Ruzie lopen maken? Ik? Ik maak toch helemaal nooit ruzie? Nee, het hele verhaal is uit. Afgeblazen. Afgeblazen, hoezo? Gewoon zoals ik zeg, afgeblazen. Herhaal niet steeds mijn laatste woorden, ja? Nou zeg, voor iemand die nooit ruzie maakt, ben je knap venijnig. Ja, nou ja hoor. Ik heb hartstikke hard gewerkt aan die rol. Ik had me er zo op verheugd. Ja, nou, wat is er dan gebeurd, zeg? Heeft een andere die rol gekregen? Nee, pap, het hele stuk gaat niet door. Huh? Ze hebben te weinig voorstellingen voorverkocht, dus de producenten durven het risico niet eens aan. Nee, dat is over onzin. Virginia Woolf, stuk met 4 mensen, doet het altijd. Ja, nou, ik weet het ook niet hoor. Toneel is gewoon uit, denk ik. Als je niet loodzwaar gesubsidieerd bent, dan kan je het verder wel schudden. Maar dat handjevol intellectuelen met een kaartje koopt, komen we er niet hoor. Ja, tijden zijn veranderd, hè? Nu hebben we televisie. Hé, ja, fijn pap, dankjewel. Laten we eens over televisie praten. Oh, zoals je wilt hoor. Ja, toneel is een elitaire kunstvorm geworden. Als je tegenwoordig meerdere mensen wil bereiken, dan moet je dat via de televisie doen. Pap, wat is dat nou weer voor open deur? Nou, treed binnen, zou ik zeggen, hè. Als Shakespeare en Molière nog hadden geleefd, hadden ze nu beslist voor de televisie geschreven. Ja, leefden ze nog maar. Er kwam er ook eens wat behoorlijks op dat kring. Nou, overdrijf niet zomaar. Je hebt zo vaak genoeg aan die rotzooi meegedaan. Ja, en oh wee, als wij dan hadden gezegd dat het rotzooi was, hè. Ja, nou ja, let maar even niet op mij. Ik heb gewoon gloeiend daar pest in. Oh, nou zeg dat dan meteen. Ja, dat is het, ja. Ja. Hey. Ben je nog wakker? Gezellig. Nou, ik heb wel gehad hoor vandaag. Jongen, is allemaal machtig, zeg. Ja, ik ook. Hey, Virginia Woolf gaat niet door. Wat zeg je? De producenten durven het risico niet aan, want er zijn te weinig voorstellingen verkocht. Ja, wat vreselijk nou. En die rol die was jou op het lijf geschreven. Marta, dat ruziënde rotwijf op mijn lijf geschreven? Dankjewel. Ik weet niet beter dan dat je je vreselijk op die rol had verheugd, toch? Ja, dat is ook zo. Ik vind het altijd heerlijk om iets te spelen dat ver van me afstaat. Reuze jammer, zeg. Spijt me echt voor je.
Nou, dat hoeft eigenlijk helemaal niet hoor. Ik ben er eigenlijk reuze blij mee, weet je dat? Oh ja? Ja. Oh, nou, gelukkig dan maar. Ik meen het echt hoor, Fik. Ik heb vanavond eens goed nagedacht, hè. En ik geloof dat ik er maar eens een poosje mee ophou. Mee ophou? Met toneelspelen bedoel je? Ja. Oh, jij gaat je toeleggen op televisie en film, dat is heel verstandig. Nee, ik blijf gewoon thuis. Zeg, zou je dat nou wel doen, weet je het zeker? Ja, heel erg zeker. Weet je, Fik? Ik realiseerde me ineens dat Anna dit jaar al eindexamen doet. En Rick volgend jaar al. Het gaat allemaal zo vlug. Voor je het weet zijn ze het huis uit en wat heb ik ze dan helemaal meegemaakt. Oh, ja, nee, zo voel ik dat. En daar ga ik deze keer nou eens aan toegeven, daar ga ik niet voor weglopen. Ik ga dicht bij ze staan, deze laatste jaren van hun jeugd. Ja, ik vind het, weten de opa's het al? Nee joh, ik heb het net besloten. Vertel het ze morgen wel. Dat zullen ze opkijken, hè? Ja, dat denk ik ook, ja. En jij? Wat ik? Ja, ik heb jou toch ook schandelijk verwaarloosd, schat, de afgelopen 20 jaar. Oh. Dat wordt allemaal anders afgelopen. Nou, vooruit. Ga je tanden poetsen, kom in bed. Simone, heel even dit. Ik vind het fantastisch dat jij je meer met de kinderen gaat bemoeien. Dank je wel. Maar ik ben je man. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I've got this beautiful feeling. Zullen we nou beleven, zeg? It's going my way. La, 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 la. Goedemorgen, pap. Goedemorgen. Ik droom. Nee, je bent klaar wakker. Zo. Verrassing. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Niet leuk? Leuk, 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 leuk. Ik ben vrij. Ja, je bent vrij. Ja, ja, ja. En meestal kom je dan pas tegen het middaguur je bed uit, hè? Ja, maar dat is afgelopen. Ik begin een nieuw leven. Oh, zo, zo. Zo. Nou, dan ga ik de kinderen maar even wakker maken. Heb ik al gedaan, hoor, paps. Komen eraan. Zo. 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 Zo, nou. Dan ga ik maar even koffie maken, hè? Is al gebeurd, hoor, pap. Zo. 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 Maar wat moet ik dan doen? Als jij nou eens even lekker gaat zitten, krijg jij van mij een kopje koffie. Zitten? Ja. Ho, ho, ho. Is dat koffie? Ja. Ja, maar die hoort in de zwarte thermoskan. Oh, sorry. Sorry? Die zit al 25 jaar in de zwarte thermoskan en thee in de witte. Nou, dan wordt het hoog tijd dat daar eens verandering in komt, hè, oude mopperpot. Hè? En dan smaakt de koffie natuurlijk weer naar thee en de thee naar koffie. Zeg nog één zo'n opmerking en ik gooi allebei die thermoskannen naar je hoofd, hoor. De witte en de zwarte. Kom. Nee, maar wacht. Niet in de keuken. Niet in de keuken. Wat is er? Nee, ga alsjeblieft met Does naar de voordeur. Ik vind dat niet fris zo als hij net van buiten komt, zo door de keuken. Sorry. Oh, nou, Does. Dan gaan we nog met een blokje rond. Een cappuccino voor meneer? Cappuccino. Zo. En een beetje kaneel? Kaneel. Wat is er nou in vredesnaam met Simone aan de hand? Hoezo? Jong, de revolutie is uitgebroken, de Russische en de Franse tegelijk. Hé, is mama een beetje gek geworden of zo? Ik kwam naar bed om 7 uur. Om 7 uur? Ja, als een soort jeugdherbergmoeder uit de jaren 50. Niet normaal gewoon. Goedemorgen, schattenbout. Opstaan, het zonnetje schijnt om te kotsen. Nee, dat maakte ze gewoon een grap. Ze maakte wel een grapje natuurlijk. Om 7 uur, lachen. Ja, bij mij bleef ze wachten totdat ik eruit was. Luister. Mama die heeft besloten een poosje niet meer te acteren. He, nou, die laatste paar jaar dat jullie nog thuis zijn, wil ze heel dicht bij jullie zijn. He, ze heeft het gevoel dat ze jullie verwaarloosd heeft. Nou ja, kom op, Rick. Moet je snel te hoofd praten. Ah, daar zijn jullie. Mooi. Ga maar gauw zitten. Nee, dat kan niet. Ik heb strafcorvée om 7:15. Wat maakt het nou uit in tijd of je staand of zittend je boterham eet, Rick? Schat, wat heb je nou aan voor een das? Ik had die groene toch klaargelegd? Ja, nou, ik dacht bij dit overhemd. Hoort absoluut groen. Kom op, doe het nou voorbij, hè? Anna, ga je ook even zitten? Waarom? Ik heb je ook nog nooit zitten zien ontbijten. Maar dan zeiden jullie altijd tegen mij dat ik moest gaan zitten. Maar ik kan niet zitten, ik heb de strakke spijkerbroek aan. Oh, en hoe moet dat dan op school straks? In de klas doet ze hem uit. Sexy. Is dat niet een ietsiepietsi overdreven om zulke strakke kleren aan te trekken? Dat is niet goed voor je buik, hoor. Hé, mam, ga jij dus even lekker je bed in? Helemaal niet. Ik heb vrij.
En dat hou ik een poosje zo. Ik ga me uitsluitend en alleen aan mijn gezin wijden. Dag, lieve schatten. Heb het goed, hè? Op school. Goed je best doen, hè? Oké. Opa, ik ben vanavond thuis met het eten. Dus... Ja, natuurlijk. Ik zal... Vanavond kook ik. Ben ik niet thuis met eten. Jij bent wel thuis, lolbroek. Trek je tas. Ze doet wel vreselijk haar best. Ja, maar het is ook wel vreselijk wennen. Ja. Zo, mag ik zo naar Brussel? Zie je nou wel. Het is toch veel beter. Nou, ga maar gauw zitten, hè? Dan schenk ik je je zuurtje in. Veel beter? Ja, ook veel beter. Ja. Stukken. Veel beter? Ja. Hallo, hier is Harry. Schoenen uit. Hé? Schoenen uit. Oh, laten ze jou nou dweilen? Nee hoor, dat wil ik zelf. Oh, ik begrijp het al. Dat is natuurlijk voor een nieuwe rol. Een nieuwe rol? Ja, ik heb wel eens ergens gehoord dat acteurs ergens gaan werken om te weten hoe dat voelt. Ik weet heus wel hoe werken voelt, hoor, Harry. Oh ja, nee, maar zo bedoel ik dat natuurlijk niet, hoor. Nee, ik bedoel het eigenlijk als politieagent of verpleegster of zo. Smoes je er maar weer uit, ja. De opa's zijn op hun kamer. Oh, nee, dan ga ik daar stand op een naartoe. Hey, ken ik de grote oversteekwagen, dacht je? Ga je gang. Goed, nou. Zeg, moet ik nog wat voor ze meebrengen? Koffie of zo? Nee hoor, alles is er al. Als je het heel lief vraagt, krijg je misschien wel een kopje. Oh, maar dat doe ik. Dweil ze. Wat zeg je? Dweil ze. Dweil ze? Nou heer, ik zou zeggen, dat hebben we wel verdiend, hè? Nou, Santé. Ik wist nog niet wat ik zag. Ik schrok mij in de pleuris. Tering, dacht ik. Meneer Willem kan dat toch niet wezen? Nou, nee, maatje 36. Dan moet u toch een beetje beter uit uw ogen kijken, meneer Tering. Nou, niet op reageren, hoor, Harry. Hij is gewoon jaloers. Ja. Maar even zo goed, ze stond te boenen en te poetsen. Ja. Of te leven ervan afhing. Ja, Simone gaat een glanzende carrière tegemoet. Oh, maar dat is ook toevallig. Ik ook. Hoezo? Nou, joh, ik heb daar toch een mooi... snackkarretjes hier staan. Oh, jo. Ja? Nou, had u mij in dat tijd toch beloofd om het financiële plaatje in te kleuren? Oh ja, maar dat aanbod geldt nog steeds. Ja. Voor de jonge enthousiaste ondernemer heb ik altijd een open oor. Oh, de jonge enthousiaste ondernemer heeft meer aan een open portemonnee, Harry. Ja, nou, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in, hoor. Ja. Want ik heb gehoord dat als je tegenwoordig bij de bank geld wil lenen, moet je toch eerst bewijzen dat je het niet nodig hebt. Nou, en daarom zou ik u nou eens willen vragen of u met mij mee zou willen gaan. Nee, maar Harry, je hebt die foto's toch nog, die daguerreotype? Ja. Nou. Ja, maar toen ik daarmee aankwam bij de bank, toen bleven ze er zo wat in van het lachen. Ze waren geen fotozaak, zeiden ze. Nee, ik begrijp wel waar u heen wilt, hoor. Ik zal zorgen dat die financiering rondkomt. Ik heb dat in de tijd beloofd in een moment van, laat ik maar zeggen, zwakte. Maar daar hou ik mij aan, ja. Okay. Ja. Een beetje van de bank en een beetje van mij. Vertel eens, wat kost dat kaartje? Oh, nou, met alle apparatuur erop en eraan. Ja. Zo'n 10.000 gulden. 10.000? Nou, doe je grote mond met je gauw dicht, Harry. Ja, nou, maar geen zorgen. Dat is een loepzuivere investering. Nou, daar staat hij dan. Is dat hem? Nou ja, het is natuurlijk geen nieuwe wagen, dat geeft het heel toe. Nou, daar was ik nou toch nog niet opgekomen, meneer Stevens. Ja, maar Harry, die eerste wagen die we zagen, die was een stuk beter. Ja, wacht even, van buiten, hè? Van binnen was het niks. Jo, maar dit is van binnen toch ook helemaal niks? Ja, maar je kan beter helemaal met niks beginnen. Dan kan je alles opnieuw opbouwen. Alles spiksplinternieuw. Nou, ja. Treed binnen. Zeg, meneer Stevens. Is dit nu wat u noemt die loepzuivere investering? Nou, dat dacht ik wel. Daar kun je vergif op innemen. Oh, ik hou het liever op een eenvoudige snack gezond. Als u het mij niet kwalijk neemt. Nou, kijk, had ik gedacht dat ik hier maak ik een aanrecht. En dan komt aan die kant komt dus de frituur. En daarboven, nou, hoe heet dat nou? Dan wil ik maken... Doorgeefluik? Nee, een afzuigkap en een bovenlicht. Want kijk, ik pas er natuurlijk wel onder. Maar, nou, bijvoorbeeld zo'n persoon als meneer Buis, die kan dan, als die komt, lekker strekken. Daar zit wat in, ja.
Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Gaan we verhuizen? Nee, ik maak een andere indeling voor de kastjes. Dit was zo onhandig. Onhandig? Ik doe het al 20 jaar zo. Ach, pap, schijn nou toch uit. De pannen daar, het fornuis daar, de borden hier en dan de tafel daar. Dat is toch volstrekt onwerkbaar? Ja, nou, zo werk ik nou eenmaal. Zet het alsjeblieft allemaal weer terug, anders kan ik zo meteen niks meer vinden. Maar jij hoeft ook helemaal niks te vinden. Vanaf nu doe ik het huishouden. Ja, maar ik moet toch koken? Willem, zeg nou ook eens wat. Ik kijk wel uit, zeg ik niet. Zeg, ik geloof dat ik langzaam mijn hand maar weer eens op huis aanga. Ja. Nog een hele prettige dag verder. Ja hoor. En nog bedankt. Ja, dag. En morgen om 10 uur bij de bank. Ik zal er zijn. Ja. Nou, in alle redelijkheid. Simon, in alle redelijkheid. Als ik straks moet koken. Ik kook vanavond. Ik heb alle boodschappen al in huis. Allemachtig. Je lijkt Nicole wel. Die doet ook alles tegelijk. Ja, een huishouden bestieren zit nou eenmaal in onze genen. Hè? Dat kunnen wij vrouwen. Hoor je dat, Willem? Dat hadden wij eens moeten zeggen. Wie heeft er aan mijn kleding gekregen? Ik niet. Ik ook niet. Ik kijk wel uit. Ik wel. Ik heb die zwijnenstal eens flink uitgemest als je dat bedoelt. Maar daar praten we straks nog wel over, jonge dame. Nou best, als je maar van mijn spullen afblijft. Ik kan niks meer vinden. Dan wil je het erop zelf eens een keertje opruimen. Maar denk je niet dat het verstandig dat nou? Is? Dat kind. Brutale nest. Maar dat kind. Als je gezien had, wat een rotzooi, madame de Vaart. Nou, dat gemaakt. Hebben we meer dan eens gezien, Simone. Dat toch helemaal niet, pa. En onder Riksebed haal ik zo'n stapel vuil wasgoed. Goed dat je het zegt. Dat... Nee. Hup, jullie gaan in je kamers. Mijn keuken uit, ik moet verder. Nou. Mijn keuken, is mijn keuken, mijn keuken. Nou, waar gaan we nou geen pest van? Gestoord gewoon, ik kan niks meer vinden. Ja, ik ook niet. En ik moet naar de kapper morgen. Naar de kapper? Van wie? Ja, van wie denk je? Ze vindt het geen gezicht, zo'n staartje. Nou ja, hier moeten we dus echt wat aan doen, hè, Rick. Dit kan zo niet. We hebben er jaren over gedaan om de opa's een beetje behoorlijk op te voeden. Ik heb nu geen zin om weer helemaal nieuwe mannen te beginnen. Ja, ja. Je zal zien, als de opa's niks meer om handen hebben, springen ze bovenop ons huiswerk. Opa Henri, zeker. Hier. Anna, ben jij hier ook? Ja, we zaten even te praten. Ja. Zeg, ik heb jij je huiswerk al af? Ik ben bezig, opa. Oh, ja. Mag ik je overhoren? Nee, ik moet het nog leren. Nou, mama is wel lekker bezig, hè? Jeetje, Mina. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Nou ja, nieuwe bezems vegen schoon, hè? Oh, nou, maar een beetje te schoon. Dat is toch niet meer normaal? Nee, er moet echt wat gebeuren, hoor, opa. Dit kan niet. Ik moet naar de kapper, zegt ze. Wat? Nou ja, je moet maar denken, ze moet nog veel leren. Laten we maar een beetje geduld met haar hebben, hè? Ben. Och. Simon! Simon! Ik ben hier. Kom dan maar gauw hier! Ja, ik ben even bezig! Hoe moet het dan met het eten? Oh, mijn vlees! Ja. Oh, wat erg! Maar lieve schat, je kan ook niet alles tegelijk, al zit het in je genen. Nou, pap, doe nou niet net of jou dit nooit is overkomen, hè? Maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik was bezig, ik ben het gewoon vergeten. Oké, geen gelul verder. De Chinees? Ja. Ik leg wel een briefje voor papa neer, dan weet hij waar we zijn. Nee, dat hoeft niet. Papa heeft gebeld, hij blijft vannacht in Brussel. De lafaard, ja. Lupia, dat is oh, hij wel vervelend naam. Heel vervelend. Hallo, U spreekt met Buis. Ja, de vader van Simone. Oh, wacht, ogenblik. Doe even de deur dicht. Hallo, ja, daar ben ik. Wij hebben elkaar alles ontmoet. U regisseerde toen... Inderdaad, ja, precies, ja. Ja. De reden waarom ik bel is de volgende. Door een vervelende samenloop van omstandigheden... gaat het stuk waarin Simone wil optreden niet door. Nee. Ja, inderdaad, Virginia Woolf. Ja, u bent goed op de hoogte, ja. Wat zegt u nou? Oma, wat vreselijk goed. Wat komt dat goed uit, zeg. Oh ja, geweldig. Ja, want ze kan nou eenmaal niet stilzitten, hè? Begrijpt u wel. Nee, en zegt u maar niet dat ik heb gebeld.
Nee, nee, nee. Vaders mogen zich tegenwoordig nergens meer mee bemoeien. Begrijp je wel? Daar! Pap, heb jij vuile lakens? Ja, ja, op mijn bed. Ik zal ze nee, even... Nee, pak ze zelf al, even pakken. Huh? Oké, bedankt. Dag. Goed, volgende. Castingbureau De Monnik. 022-625-2757. Goedendag, u spreekt met Anna Bol, de dochter van Simone Buijs. Ze is vrij. Ja, want het stuk waarin ze in zat, dat gaat nu niet meer door. En nou zit ze een beetje in de put. En nou wou ik vragen op, wat voor rol ze graag zou willen spelen. Ja, wacht even hoor. Rick, wat voor rol? Nou, kan niet schelen, is het een aardbei en een vlaaflip? Nou, maakt niet uit, als het maar een beetje leuk is. Hey, ja. Oké, bedankt. Dag. Jongens, halen jullie ook even je vuile lakens van je bedden? Hé, hey, Poepie, jij zou naar de kapper gaan. Je had het beloofd. Ja, ik ga morgen. Hij zat helemaal vol. Ja, ja. Ja, natuurlijk. Ja, zelfverständlich, ja. Zeker. Zeker, Lady. Ja, natuurlijk. Aber klar, wenn du so eine Rolle für sie hättest. Einsame Spitze. Gut, ja, danke. Grüß die Brigitte ganz herzlich. Tschüss! Monsieur Boll? Oui? Je m'appelle Knapper. Ah, monsieur Knapper. Enchanté. Très heureux de faire votre connaissance. Bolbuis met Simone. Hey, hallo. Ja, ik ben vrij, maar ik... Oh, dat is inderdaad een hele mooie rol, ja. Wat lief dat je aan me denkt. En wie zou er daar dan nog meer in zitten? Dit was heerlijk, mam. Echt waar. Ja. Wow. Ja, absoluut. Goede revanche voor het debakel van gisteren. Alle hulde. Ja, lief van jullie. Dank je wel. Dat is er, liefje. Je doet zo afwezig. Ja. Hey, ja, verdorie. Dat zal je ook altijd zien. Wat dan? Wat dan? Vertel. Nou ja, heb ik net besloten om een tijdje niet te gaan werken... om me helemaal aan mijn gezin te wijden. Rinkelt de telefoon aan één stuk door. Het regent aanbiedingen. De mooiste rollen. Ja. Oh. Ik heb zelfs een gastrol aangeboden gekregen bij Tatort. In München? Ja. Is toch eenzame spitsen? Ja, geweldig, geweldig. Ja, dat kan je niet laten lopen, hoor, man. Tuurlijk niet, man. Ja, ik weet het niet, hoor, jongens. Ik vind het ook zo raar. Ik heb nooit geweten dat ik zo popie was. Ja, wel. Ze schuiven de mooiste rollen gewoon op mijn bord. Ik kan achterover gaan zitten en kiezen. Ja, fantastisch, toch? Ja, ja maar ja. Jongens, ik had nou net besloten om... Ik heb me zo voorgenomen om voor jullie... Maar vinden jullie echt dat ik het moet doen? Ja! 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 Oh, ja! Yeah!